In deze video ga ik u tonen hoe je eigenlijk vanuit Captivate kunt exporteren naar Word, uw teksten controleren en die dan terug importeren in Captivate. Dat kan handig zijn, je hebt niet altijd een goede tekstcontrole in Captivate, maar ook niet iedereen waarmee je gaat werken zal Captivate op zijn PC staan hebben. Maar dan kan je dat Word-bestand doorsturen naar iemand, die kan dat bekijken, dus noods aanpassen, u terugsturen en je kan het importeren in Captivate. Ik heb hier een stukje tekst staan. Ik wil dat gaan aanpassen. Ik ga naar File, Export, en daar kies ik voor Project Captions en Closed Captions. Ik klik daarop, ik kan dat bewaren als. En dan heb ik onderaan File Format, kan ik enkel Microsoft Word kiezen. Dit is een Mac, ik heb ook Pages staan, maar daar kan ik niet naar exporteren. Dus je moet wel Microsoft Word staan hebben om het te kunnen gebruiken. Ik ga dit eventjes opslaan. Als je zo eens heeft geëxporteerd, hij vraagt van, wil je nu de document zien? Ik klik op ja. Dus dit is het document. Dus hier zie je alle tekst. Stel, er moet iets aangepast worden. Hè. Captivate 10 komt uit en ik werk dus niet meer met Captivate 9, maar met Captivate 10 bijvoorbeeld. Dan pas ik dat aan. Ik klik op opslaan in Word. Ziezo. En dan ga ik hier bij Captivate, naar File, Import, Project Captions en Closed Captions. En daar ga ik het document dat ik heb opgeslagen, dat gaan openen. Ziezo. Dan gaat hij aanpassen. En heeft een aantal dingen aangepast, waaronder Captivate 10. Ik zie dat hij ook mijn streepjes weg heeft gedaan, dus zoals wel vaker, er durven wel een keer dingen veranderen dat je niet wilt. Zeker als je correspondeert tussen Adobe-programma's en andere, durf je wel een keer dingen aanpassen, dus let er wel mee op. Maar ik kan wel op die manier eigenlijk gaan controleren. Dus noods gebruik je het enkel als controledocument, dan ga je het niet gaan aanpassen, maar in principe kan het wel.